Els en ik sta hier bij deze ontmoetingsplek in het bos. En wat ik hier zie bevalt me even helemaal niet. Nee, niet weglopen. Doe wat je moet doen. Love is love, Niffo. Maar waarom zijn de bosjes niet divers? Waar zijn de non-binaire? Waar zijn de queers? Waar zijn de polyamoren? Waar zijn de mannen met een beperking? Ik zie alleen maar cisgender homoseksuele mannen. Ik zie hier alleen maar boze, witte, oude homo's. Ik zie alleen maar de letter G van gay. Maar de bosjes moeten toch vertegenwoordigd worden door de hele LGBTQ-community? Dus daar ga ik wat aan doen. Kijk, dit is Henny. En Henny is lesbisch zonder grenzen, toch? Ga maar lekker, meis. En dit hier is Laura. Laura is aseksueel. Ze heeft helemaal niks met seks, dus je komt gewoon even lekker kijken, toch, Lau? En dit hier is John. John is panseksueel. Die vindt alles lekker. Mannen, vrouwen en alles ertussenin. En dit hier is Lena. Lena is transpersoon. Sydney hier is queer. En Ray is intersexe persoon. Nou, dat geeft toch niks? Ik weet niet wat het betekent, maar het is wel zo. Nou, hij heeft ook nog een kleurtje. Nou, prachtig. Nu is het een echt LGBTQ-bosje. Zo hoort het gewoon te zijn. Dit zijn onze bosjes. Bosjes zijn van iedereen. Bosjes sluiten niemand uit en we are here to stay. Dit zijn onze bosjes. Bosjes zijn van iedereen. Bosjes sluiten niemand uit en we are here to stay. En ik ga lekker koffie drinken.